cultuurmarkt een belangrijk gegeven voor uw departement waarschijnlijk. Absoluut, het is vandaag echt wel een hoogmis. Moet maar een keer rondkijken hier op de Kuiter. Het leeft hier, het bloeit hier. Het is een schitterende dag. En zeker ook nog een dag als Eau de Gand. We staan volledig het weekend in het teken van cultuur, dus absoluut een hoogmis. U zou waarschijnlijk ook regelmatig bezoeken brengen aan al die evenementen. Wel, kijk, zo net heb ik bij Luc de Bruyker al toegezegd voor de 4e of de 5e oktober om een bezoek te brengen aan zijn presentatie of zijn politieke sartuur die van de zomer heeft plaatsgevonden. Die heb ik moeten missen, dus ik ben constant mijn agenda aan het volzetten met nieuwe activiteiten. Dus absoluut, ik probeer overal eens naartoe te gaan. Er zou waarschijnlijk wel regelmatig vraag zijn naar wat centjes. Heeft de stad Gent nog wat centjes over voor cultuur? We zijn op dit moment bezig met de budgetbespreking en we gaan ervan uit. Ik ga echt strijden voor centen. Ik denk dat cultuur de ziel maakt van Gent al eeuwenlang aan een stuk. En het is heel belangrijk om effectief te blijven investeren in cultuur. Zeker wanneer we vandaag de ambitie hebben om culturele hoofdstad te worden in 2030 van Europa. Dus we moeten absoluut blijven vechten voor die centen. En dus gewoon dat cultuur verder kan bloeien. Dank u wel. Graag gedaan. De scala kan zeker niet ontbreken. Uiteraard niet. We doen al jaren de cultuurmarkt hier op de Kuiter in september. En dat gaat iedere keer gepaard ook met Eau de Gand. Dus heel veel volk. En nu natuurlijk hebben we het ook getroffen met het weer. Dus dat kan niet stuk. Hè? Welke stukken promoot u nu vooral? Wel, wij promoten eerst en vooral een herneming van verkeerde hulp op de eerste hulp. Tijdens in het Gentse, tijdens Verklagen. Wegens succes in de Gentse feesten spelen we dan nog twee keer in september. Wij promoten ook onze volgende productie, Allo Allo, die we in november brengen. Wel bekend van de serie, de Britse serie. Uiteraard ook nog de januari productie, een regie van Serge Elia, oud-directeur van Backstage. Die dus ook het stuk geschreven heeft en het ook zal regisseren. En ook Lieven de Brouwer zit bij ons op 21 september. En hij gaat een volledige uiteenzetting doen over wie Hitchcock, Alfred Hitchcock was. Met beeldmateriaal is een programma van 100 minuten. Zeker de moeite waard. De poppen kunnen niet ontbreken. Zo is dat. Hè. Zo is dat. Wij zijn van het Europees Figuurtheatercentrum. Wij organiseren het Puppet Buskes Festival tijdens Gentsfeesten en zoveel meer. Maar we vinden het heel belangrijk om ook op deze cultuurmarkt aanwezig te zijn. Welke producties raad je de mensen nu aan voor de komende maanden? Puppet Buskes Festival natuurlijk. Hè. De groepen zijn ongeveer bekend. We zouden graag dit jaar proberen om tijdens Gentsfeesten Puppet Buskes Festival de poppenkilometer te introduceren. Dat wil dus zeggen dat we starten waarschijnlijk op het Luisterplein en van daaruit publiek meenemen doorheen de binnenstad en van locatie naar locatie stappen. En dan kunnen zij alle voorstellingen die namiddag geprogrammeerd zijn, gaan die er kunnen meemaken. Hier op de artiestenmarkt kan Luc de Bruyker zeker niet ontbreken. Als artiest, en zeker als Gentse artiest, het is een fantastisch contact met het publiek. Dus ik vind als je een voorstelling staan hebt het komende theaterseizoen, dan mag die gewoonweg niet ontbreken. Hè. Wat is de komende productie? Wel, ik herneem nog een keer Blauw en de Trouw, de politieke satire die ik samen met Zakkie de Waalen geschreven heb. Het thema is eigenlijk Christophe Peters, die eigenlijk met een dolk is buiten gestoken. En dan, daar ben ik volop aan het repeteren, er komt een boek uit van Tina de Gent over de jeugdjaren van Jacques Blok. De gekende patissier in de Veldstraat. Blok die met zijn familie, een deel van de familie, gevlucht is. Uiteindelijk in Amerika terechtgekomen is. Dus een droevig, zeer menselijk verhaal. En dat breng ik een beetje in de vorm. Zoals ik ook het verhaal van mijn vader heb gebracht. Het dementieverhaal. Dus ik denk heel indringend figurentheater. En dat staat in Minard op 10 en 11 november. En grote luxe, 11 november is al compleet uitverkocht, daar speel ik twee. Dus er komt een extra op 10 november, maar daar gaan de kaartjes ook goed voor. Dus en dat geeft een goed gevoel. U staat in mijn stand op de artiestenmarkt, iets anders dan andere standen zeker. Dat klopt, wij zijn het Huis en Alijn, het Museum van het Dagelijks Leven en wij promoten onze volgende expo. En die expo is? Mijn legerdienst. Die opent op 19 oktober en gaat echt over de legerdienst. Iedere jonge man op zijn 18e ongeveer kreeg je vroeger een oproepingsbrief in de bus. En de expo gaat echt over van ja, die oproepingsbrief krijg je en wat dan? Dus dan start echt het dagelijks leven van de milicien en daarop focussen wij als het Huis en Alijn.
Het is zo'n beetje om de jonge mensen te duiden hoe het vroeger was. Ook, we duiden echt hoe het vroeger verliep, welke rechten en plichten er waren als jongeren en hoe anders dat tegenwoordig is. Het is ondertussen 25 jaar geleden dat de laatste dienstplichten afzwaaiden. Ondertussen kennen we de legerdienst niet meer. Er was natuurlijk ook al het alternatief van burgerdiensten of dienstweigeraars. Maar vandaag zijn die dus ook allemaal weggevallen. En er zijn natuurlijk andere rechten en plichten in de plek gekomen. Maar inderdaad even stilstaan bij hoe het vandaag loopt en hoe dat vroeger was. Dat is inderdaad wel een van de opzetten van de expo. U staat hier op de stand, een gepaste stand eigenlijk tussen de artiesten. Ja, wij staan hier met Theater- en Filminstituut Stijn Browns. Dus wij horen wel degelijk op de cultuurmarkt, aangezien wij acteurs opleiden. Heeft u veel acteurs nu momenteel die opgeleid worden? De inschrijvingen lopen nog altijd. Er zijn toelatingsproeven tot de derde week van oktober. Wat moet ik me daar voorstellen, toelatingsproef? Alles kan u vinden op de site, want dat is een beetje te veel om uit te leggen. Maar kan u zeker vinden op de site van Stijn Browns, Theater- en Filminstituut. Daar kan je alle voorwaarden voor het toelatingsexamen terugvinden. U staat hier voor Zonta. Wat betekent dit voor de mensen? Zonta is een serviceclub die eigenlijk voor de vrouwen is. En die zorgt dat de vrouwen binnen lokaal hier en binnen Europa en de wereld eigenlijk betere rechten krijgen. En hoe doen wij dat? Wij organiseren festiviteiten. Wij doen een open vergadering waar men sprekers op uitnodigt. Wij doen ook een breakfast. Al die zaken, al het geld dat we daarmee opbrengen, gaat allemaal naar de lokale Gentse doelen en naar de doelen die dus eigenlijk internationaal ook belangrijk zijn. Wij zitten in de Vrouwenraad, wij zitten in de United Nations en daar kunnen wij amendementen indienen, wetsvoorstellen om eigenlijk de positie van de vrouw te verbeteren. Daarvoor staan wij hier. Oké. Dag Wim, ja. Het Koninklijk Poppentheaterfestival kan niet ontbreken. Tuurlijk niet. We zijn een echt Gens traditioneel peuperspel die altijd spelen met het Gentse pierke. Want pierke in het peuperspel, dat moet er baas zijn. Want dat is anders geen echt Gens peuperspel. Hè? En we spelen alle verholen, zowel de sprookjes of de aangeschreven stukken met pierke. Hè? En wat is de komende productie? De komende productie, morgen start ons theaterseizoen om de 14 dagen familiespectakel. En in oktober special voor de grote mensen Polinocchio. Dat is een politieke satire op tekst van mijn beste vriend Patrick van Damme. En daar komen enkele politieke figuren in, gelijk dat ik er juist aankondigde, uit binnen- en buitenland. Er is leven na de dood? Ja, inderdaad. Er is leven na de dood, zoals je ziet, aan de affiche. Een hoopvolle komedie in het Gens. Wie heeft dat stuk geschreven? Wel, ik heb dat zelf geschreven. Hoe lang heeft u daar zo aan geschreven? Wel, normaal gezien duurt dat zo toch een viertal weken voor een stuk te schrijven. Meer, in feite, meer maanden, maar dat is vlot gegaan. Wanneer speelt u? Wij beginnen, dacht ik, 8 november, ja, 8 november. En wij spelen 3 weekends. En dus de vrijdag beginnen we, zaterdag, zondag en maandag. De volgende week erop ook vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. En voor het eerst een keer donderdag en vrijdag. Niet stoppen met de zaterdag. Dag Koen, wat heeft u te bieden? Wat hebben wij te bieden? Ja, dat we dus naar de Capitol komen met La Cage aux Folles. De Broadway musical, de rol eigenlijk een beetje van mijn leven. En we spelen het natuurlijk veel ook in Antwerpen, maar ik ben heel blij dat het ook naar Gent komt. Daar ben ik heel blij mee. Wie heeft het geregisseerd? Sanny Kretz is het aan het regisseren, dus we zijn altijd aan het repeteren uiteraard. Dit moet nog première zijn. En mijn partner, mijn echtgenoot, is Johnny Voners. Waarmee we kennen mensen, Greet Loufaard zit erin, Daisy Thijs zit erin. Allee, het is een schone cast. En heel veel jonge cast natuurlijk die de Cagelle spelen. Het is een musical die je moet zien. Het is geen travestieshow, hè, maar je moet hem zien omdat er heel veel pailletten in zitten van kleuren, van emoties, Allee, het is een lach en een traan. Maar meer een lach dan een traan. Ik heb het gevoel dat uw droomrol is dat je nu speelt. Het is mijn droomrol. Het is een rol waar ik al heel lang naar tracht en heel lang wou doen. En ineens een jaar geleden kreeg ik een telefoon van Sanny Kretz van Koen. Zou de La Cage aux Folles willen doen, de musical. Dacht van, ik heb er geen minuut moeten aan denken eigenlijk. Met het Farsi Theater voor de eerste keer? Ja, dat is de eerste keer. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Maar blijkbaar heel veel mensen wel, want het is hier echt heel druk, vind ik. U komt het stuk presenteren, Harry let op de kleintjes. Ja, klopt. Ja. Harry let op de kleintjes met een heleboel andere acteurs ook nog. Peter van Asbroek speelt Harry, ik speel de beste vriend van Harry. En het is mijn fout dat de kindjes dat daar iets mee gebeurt.
Ik hoop dat ze terechtkomen. Ah, wel, ik ook. Ik heb het einde nog niet gelezen, dus ik weet het niet. Maar ik hoop dat het goed komt, ja. U staat voor de eerste keer met het Varsitheater hier op de Artiestenmarkt. Ja, dat klopt. Ik dacht van, we moeten dat ook wel doen, hè. De cultuurmarkt is altijd in september, dat wist ik. Ik had hier al eens gestaan met andere gezelschappen. En ik dacht van, ja, als we een Gents theatergezelschap zijn die comedie brengt, gaan we toch een keer moeten op de cultuurmarkt staan in Gent, hè. En wat is uw gevoel van de mensen die passeren? Ja, we hebben al heel veel mensen gehad die dus een babykostuum aandoen, want ze kunnen zo ticketjes winnen. Stel je zo'n bord. Dus als je een babykostuum aandoet en je gaat op de foto bij de banner met Chris van Espen, kunnen dus een duo-ticket winnen. En dat hebben er al een paar gedaan, dus dat is goed, hè. U staat hier ook op de artiestenmarkt, dan nu maar met de revue. Inderdaad, wij promoten onze nieuwe revue voor in maart. Dat is On Stage. En onze revue, wat houdt dat in? Dat zijn Gentse sketches, liedjes, dans met een volledig ballet en een orkest. Gelijk een beetje vroeger brengen wij de revues in. Hoeveel revues doe je zo op een jaar? Twee revues. Telkens een nieuwe revue. We doen ook café-concert. Kun je dat een beetje vergelijken met Café Chantant, maar ietsje meer. Ja, er komen ook basketten bij te pas en amusement van de middag in. Hier op de stand met uw voorstelling, wat heeft de voorstelling te bieden? Ja, Adil en Jamil zoeken asiel. Maar er in principe niet veel over vertalen, want het einde is verrassend. De mensen worden godstuk misleid, echt misleid. En de ontknoping is zodanig verrassend dat ze zeggen, allee, we rolden het nu aan. Like, het is echt goed. Het is geschreven door een Gentse auteur, Ed Bruinings, die ook al een paar boeken geschreven heeft en ook voor het Kankerfonds heel wat dingen geschreven heeft. Moeilijk gezegd, het zitten goed gespekte dingen zijn weer. Typisch voor ons gast weer. Ze kunnen er weer goed te gooien. Goede zot uithangen, want dat doen we heren, de zot uithangen. Dan de mensen plezier kunnen en dan de mensen content zijn, wij content. En dat is heel belangrijk voor ons, want bij ons is het nog altijd volkstoneel. Gespeeld toneel voor de mensen, niet voor jou, maar voor de mensen. En daarvoor hebben we nog altijd Free Volk, waar we heel dankbaar voor zijn, echt waar. Op de artiestenmarkt, wat heeft hij te bieden? Wel, wij brengen een grote goochel-illusieshow op 2 november met de filmregisseur van Paulien en Paulette, namelijk Lieve de Brouwer. Gaan wij een heel, heel groot avontuur beleven in Amerika, samen met Piccolo en de assistenten. Ja, het wordt iets heel spannend, hè. Het gaat dus over een groot goochelkampioenschap, waarbij dat we de kinderen ook eigenlijk een levensles willen meegeven over dat zij niet mogen vals spelen en niet snel boos zijn, want alles is maar een spelletje. Want wij, hoe moet ik het gaan zeggen, wij maken vooral mee tegenwoordig dat kinderen heel snel boos worden als ze bij een spelletje iets verliezen. Dus daarom proberen we met deze show de kinderen toch iets mee te geven, ook aan deze show. Een wijsheid. Ja, voilà. Dat is het eigenlijk een beetje.